Tiende, ken je de nederlaag van tegen Denemarken al volledig verwerkt? Gewoon volledig is een groot woord, maar toch wel al voor het meeste deel. Ja. Het was wel goed gespeeld, maar jammer genoeg geen punt eigenlijk gisteren. Nee, inderdaad. Ik denk dat we vooral te wijten hebben aan de eerste helft, dat we daar iets te laks beginnen. Maar ik denk dat je dan, als je de tweede helft ziet, dat we het wel kunnen. Dus dat we daarop vooruit moeten kijken. Ja, ook aan de 1500 fans ongeveer getoond dat jullie ook echt wel kunnen voetballen. Ja, het was leuk dat ze met zoveel waren. Ze hebben echt wel een goede sfeer gebracht. Maar inderdaad, aan de tweede helft te zien kunnen we echt wel voetballen. En daarop moeten we vooruit gaan. En moeten we tegen Noorwegen zo beginnen. Ja. Ja, twee volgende wedstrijden. Die liggen meer in het zuiden van Nederland nog. Dus nog meer fans. Dat is ook misschien wel extra leuk. Ja, dat zal inderdaad wel leuk zijn. Het was gisteren al een goede sfeer. Maar het gaat nog viermaal zoveel zijn tegen Noorwegen. Dus dat is altijd wel een extra steun voor ons, omdat er zoveel fans zijn. Waren er voor jou speciaal ook een aantal fans die er gisteren al waren? Ja, mijn familie, mijn mama en papa en mijn vriendin was er ook. Dus ja, dat is altijd wel leuk dat er familie en vrienden zijn. Ja, dus deze week ook nog een keer op een bepaald moment een familiemomentje. Dat is ook wel een keer iets leuk om tussendoor te hebben, denk ik. Ja, dat is even je gedachten verzetten en even gewoon bij je familie zijn en niet moeten denken aan de voetbal. Dus ik denk dat dat wel belangrijk ook is. Die tweede match tegen Noorwegen, die hebben ook verloren. Dus dat wordt wel voor alle twee echt van moeten. Ja, inderdaad. Ik denk dat de twee ploegen van in het begin er volle bak tegenaan gaan gaan. Dus ik denk wel dat het een hele leuke wedstrijd zal zijn om te kijken ook en ook om te spelen. Maar ik denk dat we gewoon moeten uitgaan van onze eigen kracht en van onze eigen sterkte. Zoals we de tweede helft gedaan hebben tegen Denemarken. En dan zie ik dat we volledig goed komen. Ja, we spelen geen ex-ploeggenoten van Vålerenga van toen dat je daar zat bij de Nooren. Maar ik denk dat je wel het Noorse voetbal vrij goed kent. Hoe zou je dat inschatten? Goh ja, toen ik in Noorwegen zat, was dat vooral ook veel fysiek, veel kracht. Dus ik veronderstel dat dat donderdag ook wel zo zal zijn. Wat wel niet zal zeggen, dat ze hebben veel technische spelers ook. Dus ik denk dat het zowel van alles gaat zijn, zoals eigenlijk wij ook spelen. Dus ja, het zal een spannende wedstrijd worden.